jou. Ik huil niet meer zoals ik deed bij jou. Dat lukt jij wel, Ron, of niet? Nou, echt. Hij zit hier nog zo meer voor me, zie je dat? Hij denkt, hij gaat maar gewoon op zijn plaat. Kijk, ik doe gewoon zo met zijn boek niet gesteld. We hebben Ed ook. Ja, we zijn ook geen 18 meer. 19. Een hele goede avond hier bij de finale van de Après-Ski Hut 2010. Een waanzinnig gezellige finale wordt het. 13 kandidaten in de finale. Dus het wordt waanzinnig spannend. Wat maar hoor. Ja, precies. We gaan eerst even beginnen met de jury. Voor te zwellen. We gaan van links naar rechts. We hebben DJ Hansje. Oost-Amerikaans. Hij is DJ. Hij organiseert ook talentjachten. En hij verkoopt ook popcorn. Ook dat. En Roos, vandaag. Daarnaast hebben we Gerald. Die eet ook wel popcorn. Die eet die popcorn. Vast is dat hier misschien het horen dadelijk wel. Links voor de kijkers, rechts van Gerald. Marco zie ik daar. Geef een applaus, DJ. En zanger. Dat laat hij dadelijk horen. Wat zou je nou zo wel mee? Ja, wie weet. Helemaal aan de rechterkant voor de kijkers. Mr. Pieter Moens, zanger. Geef een applaus. Binnenkort komt zijn eerste, deze tweede cd komt uit. Ja, razendspannend. Daar zijn we druk mee bezig. Maar dat wordt een knaller. En hij laat zich dadelijk ook nog even horen. Dan kunnen jullie allemaal ervan meegenieten. Waar gaan we om strijden? Ja, waar gaan we om strijden? Ja, want dat is nog een beetje duidelijk geweest. Maar... Mensen, we hebben vandaag weer die kokers hangen. Daarachter die bar. Ja, we hebben dus... het publiek kan dus ook weer met de muntjes werken. Dat gaat over de vierde prijs. En de vierde prijs wordt... Gratis intree voor de skihut voor een jaar lang. Voor twee personen. Ja, precies. En waarschijnlijk komt daar nog een hele leuke prijs aan gekoppeld. Maar daar ook van later meer. Dan gaan we naar eigenlijk de derde prijs. En degene die derde wordt. Wat gaat daarmee gebeuren? De derde prijs.
prijs is een etentje in de Schuurt voor 10 personen. Dus ben je jarig of vind je gewoon maar iets gezelligs. Is hartstikke leuk. 10 personen. Gratis eten. Nou, doet die tweede prijs er ook maar gelijk. De tweede prijs is een etentje voor 20 personen hier in de Schuurt. Ja, dat wil je een grote familie hebben. En ook prijs nummer 1. Kijk. Nou, dat is een optreden in Ahoy. Bij Coco op een ski. En dat was op 20 maart. 20 maart aanstaande. 20 maart zaterdag. Zaterdag 20 maart. Een grote optreden bij Coco op een ski. Voor een heleboel mensen. Ja. In Ahoy. En dan nog even de muziek vanavond. Is onze eigen DJ Michel. Ah, je krijgt lekker een applaus, Michel, dat ik wel weer gehoord. En wil je weten voor hoeveel mensen op Coco ski het is uitverkocht, hè? Nou, 14.000 man. Goeie, 14.000. Zo. Oké, wij gaan beginnen. We beginnen vanavond. Zal ik jou ook even voorstellen, of niet? Nou, maar de mensen kennen ons nu toch wel. Mag ik een applausje voor Ron? En een applausje voor Edwin. We gaan beginnen. We zijn al aan de late kant. We vergeten nou. Wat dachten jullie van het personeel hier achter de bar? Hij doet het maar zelf af, hè? Ferry. Ik zie Nick. Die twee namen ken ik niet. Ik zal nog even uitleggen hoe het dus met die speciale prijs zit. Met die kokos. Iedereen krijgt een muntje bij een drankje. Bij één drankje één muntje. Bij een bakootje twee muntjes. Een fles champagne 20 muntjes. En een doosje vleugel 40 muntjes. Deponeer ze in een desbetreffende koker van je favoriete kandidaat. En buiten dus die vierde prijs van een jaarlange gratis intree voor twee personen, is er nog iets heel speciaals aangekoppeld. En dat gaat waarschijnlijk ook in de Hooi gebeuren. Maar daarover later meer. Dan gaan we nu beginnen. Sam van die Kerk, kom er maar bij.